Goedemorgen allemaal en super fijn dat je hier weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben nog voor een paar uurtjes hier lekker in Londen en daarna moet ik echt alweer op de airport mijn vliegtuig pakken weer terug naar Nederland. En ik land dus om 6 uur in Nederland weer. Maar ik ging dus kijken waar ten eerste je zit met tijdsverschil. Want je gaat natuurlijk weer een uur verder de tijd in. En op de airport heb je natuurlijk nog een aantal uur nodig. En het is vanaf hier van Londen Centrum naar het vliegveld ook een uur rijden. Je moet dus echt al om 12 uur uiterlijk gewoon al weg. Wat? Het is nu 9 uur, dus ik ga straks even ergens lekker wat ontbijten. Misschien ergens nog een winkeltje in. En daarna ben ik gewoon klaar. En ik moet even mijn koffertje nog een deels inpakken. Let's go guys. Ik ga even helemaal lekker een soort klaarmaken. Nog even lekker door. En om 11 uur boekt de kamer uit. Dus ik moet ook even dan mijn koffer daar vast gaan leggen. Oké, jongens, ik ben nu bezig met inpakken. Het gaat allemaal een beetje moeizaam. Want ik heb toch misschien te veel gekocht. Maar I try my best. Pas ze niet in deze broek meer. Echt net moeit die koffer dichtgekregen. Deze broek was toch al veel te klein. Die knoop gaat om de seconde open. Ik weet nou niet waar ik hem van heb. Oh, van de Zara. Maar hij is veel te kort, joh. Dus ik gooi deze weg gelijk hier. En toen ging die wel dicht. And by the way, happy Halloween! Nou, over Halloween gesproken. Ik schrik me dood van die man die daar stond in dat raamkozijn. Happy Halloween. Als je dit ziet, is het alweer een week voorbij. Maar dat geeft niet, weet je. We gaan mee met de tijd. We gaan mee met de tijd. Ik ga even kijken waar ik even lekker ergens een ontbijtje kan doen. Ik vind dit wel echt heel cutesy. Eigenlijk moet ik hier even een TikTokje maken. Hoe leuk is dit? Kijk, ik vind het heel Amerikaans gewoon. Dit is zo leuk. Zo leuk. Ze hebben daar zo'n grote vrachtwagen. Dat een soort van hele grote blinde hoek heeft. Blind spot. En dan gaat hij de hele tijd afroepen van... kijk uit, ik ga naar links. Dat roept hij nou de hele tijd af. Ik weet niet waar ik naartoe ga. Ik weet niet waar ik naartoe ga. Ik laat het helemaal weer op me afkomen. Laat ik maar gewoon even in ieder geval oversteken. Our other item of luggage will be removed and may be destroyed. Ik ben toch wel plan om even lekker ergens naar een short street te gaan of zo. Ik weet niet. Even weer een beetje richting het hele centrum. Ik moet even wat eten en misschien nog even een winkel. Nou, eigenlijk geen winkels meer in, maar mijn hele koffer. Nou, ik krijg het echt. Het is echt dat ik die broek weg heb gehaald, anders kreeg ik hem niet dicht. Dus ik ga niks kopen. Victoria, ja, ze hebben hier allemaal leuke namen voor die lijnen. Ik ga naar Victoria. En er is binnenkort op 8 november weer een hele leuke film van die beer Paddington. Dus dat wil ik absoluut ook eigenlijk zien. Maar is dat ook in Nederland? I don't know. Ik krijg in ieder geval helemaal de creepy Halloween vibe. Het schijnt dus een speciale dag te zijn hier in Engeland. Poppy Day vandaag. Ze staan overal ook met bepaalde medailles of zo. Ze staan in de ingang van de metro, zie je dat? En dan deden ze dingen uit of zo. Volgens mij moet je er gewoon voor betalen, maar... ik heb geen idee. Ik hoorde het ook net van Suus. Maar ja, het is vandaag ook Halloween, dus het is gewoon echt een dubbeldekker vandaag. Een dubbelklapper. Oké, ik ben nu bij Warren Street. Ik ben eentje er eerder uitgegaan. Want ik dacht, als ik nou nog even iets zie waar ik lekker kan eten... of lunchen, ontbijten, wat dan ook, dan kan dat nu. Lekker, lekker, lekker. Ik heb een broodje met rozijnen en een soort van orange juice. Heel leuk tentje waar ik zit hoor. Heel leuk. Ziet er heel knussig uit, heel poppelig. Kijk eens, en zelfs een Holland en Barrett. Oh mijn god, kijk wat ik nou hier vind. Dit is echt zo grappig. Je kan hier Monopoly in live stijl spelen. Life sized. Geweldig. Dus je gaat daar gewoon... Monopoly spelen met elkaar? In real life, dat is echt heel grappig. Oh my god. Jongens, ik zie een zwerver liggen. Ik geef gewoon die koekjes. Ik heb een koekjes, maar ik hoef dat niet. Maar niet met drinken, want dat drink ik zelf nog. Maar die koekjes wel. Hallo. Hallo. You would love to have cookies. Yes. Ja, pak ze maar lekker. Ja hoor. Ga maar lekker genieten, meid. Ah, ze was helemaal blij. Ja, weet je, ik vind die koekjes, ik vond ze lekker voor gewoon even 3 stukjes. Maar ik krijg niet zo'n hele rol weg, weet je. Dus die vrouw is helemaal happy. Heeft ze ook lekker een toetje. Ik ben weer op Oxford Street, because I love. Maar ik heb niet heel lang de tijd, dus ik ga even... oh, leuk, die kostuumpjes. Kijk. Ah.
zo aandoenlijk, iedereen. Hier gaat wel iedereen lekker versierd. Nou, in Nederland zie ik dat echt niet. Ook al overdag. Nou, ik heb het zo naar mijn zin gehad, jongens. Ik ga nu weer onderweg terug naar het hotel. En dan ga ik een uur bestellen en dan ga ik naar het vliegveld. Oh, ik ga het missen. Ik ga het missen. Gewoon de gezelligheid, de rode bussen. Het metrostation vind ik grappig. Klap in mijn gezicht. Nou goed. Weet je, aan alles komt een eind. Yes, ik ben op de airport. En ik ben echt helemaal blij. Want ik dacht, ik ga een kwartier eerder weg van het hotel. Want ze zeggen een uur is het rijden. Maar hey, met het verkeer weet je het nooit. En ik ben gewoon precies op tijd aangekomen hier op het airport. Dus ik ben helemaal, ik heb het helemaal goed ingepland, helemaal goed doorgehad. Ja jongens, let's go. Ik moet even kijken hoe vlug nummer hoor. Plassen, ook plassen. Ik was in slaap gevallen in die hele taxi. Meid, het was niet te doen. Wauw, wat een onderneming. Ik was dat even vergeten hoor. Je moet helemaal, helemaal moeilijk. Plastic zakje met al je vloeibare dingen erin. Ze zijn daar heel streng mee. Hoe? Echt, ik heb nu alles in de zakje. Ik heb ook dingetjes weggegooid waarvan ik dacht, nou, dat gebruik ik toch niet meer hierna. Zoals een handgel, nou ja, dat koop je zo weer of zo, weet je wel. Want het moet allemaal in zo'n tasje passen. En ik heb een parfum en een dit en een crème die ik helemaal niet gebruikt heb. Wat een gedoe. Oké, jongens. Nou, ik ben verschrikkelijk te vroeg eigenlijk. Dus ik ben even een filmpje aan het kijken. Marsha kijk ik niet. Ze is in Amerika, dus hartstikke leuk. Amerika vlogs. En ik ga straks even nog ergens wat eten, denk ik. Even lekker, want anders zit ik weer met zo. Weet je, ik kom aan om 6 uur. Maar ik ga natuurlijk een uur ook weer verder de tijd in. Maar dan moet ik nu wat gegeten hebben. Het is nu bijna 2 uur. En om 3 uur wordt pas letterlijk de game bekendgemaakt. Oh my god, ik zit hier echt, wordt ontschiet. Maar ik kan genoeg doen hoor. Ik kan een start maken met het editen van de lobby vlogs. Dus ja, het is gewoon meer zo van, je kan niet even ergens lekker liggen of zo, weet je wel. Dus je zit maar steeds op een stoel. Maar goed, het komt allemaal goed. Oh, ik heb het even allemaal niet meer hoor. Soms weet je ook gewoon even geen houding meer. Hier, dit ook. Dus ik weet het. Die bruine jas ook. Het zit dan de hele tijd naast me en dat heeft een bepaalde geur. Ik word irritant nu. Ik moet wat gaan eten. Ik zit even in een restaurant. Ik verga van de honger. Dus ze hebben hier echt helemaal niks qua eetdingen. Eigenlijk hier op London Heathrow. Dus ik wel een restaurantje. En anders moest je weer een boterham met kaas. We hebben ze van die ochtenddingen, weet je wel. Maar niet lekker of een Burger King of zo. Dat heb je hier gewoon niet. Dus ik zit nu in een restaurant en ik ga lekker ook even een burger halen. Nom 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 nom. Ja, jongens, ik ga lekker filmen als we gaan opstijgen. Yes!
weer veilig op de grond. Dat is altijd toch weer een fijn idee. Ik moet je heel erg zeggen, ik vond het zo mooi. Dit keer, wegens de zonsondergang. Ik heb volgens mij wel eens vaker gevlogen met zonsondergang. Maar het blijft zo mooi om dat zo te zien. Ja, echt geweldig. Ja. En dan ben je boven de wolk helemaal een soort sprookje. En dan ga je naar beneden. En dan met die bewolking en die donkerte. Grimmig. Oh, jongens, die daily questions. Ik heb het helemaal even niet meer bijgebeend. Heel erg. Maar bij deze, een daily question. Want hou jij van vliegen? Laat het weten in de comments. Hou je van vliegen? Ik moet je eerlijk zeggen, ik hou er niet echt van of zo. Maar ja, om ergens te komen zou je wel moeten. Maar ik vind het wel iets magisch altijd hebben. Ja. Hou je van vliegen? Laat het weten. Jongens, ik ga nog even staan naar de winkels. Want ik zou denk ik nog straks wat trek hebben. Het is net nu avondeten. Maar misschien dat ik over 2 uurtjes zou trekken of zo. Ik weet het niet. Wat is iedereen eng? Jee! Oké, dan het avondeten voor vandaag is lekker deze goede pasta. Prima, dit is toch vullend. Super. Jongens, ze zijn hier helemaal gaande met Halloween. Moet je kijken, wat een drukte, joh. Maar jongens, ik word gewoon helemaal omsingeld door enge spooken, joh. Kijk, die kinderen allemaal heel erg verkleed. Maar dit is leuk wat ze dit doen. Dat is voor die kinderen toch een giller. Jeetje. Waanzinnig. Nou jongens, ik moet nu even naar huis lopen met die koffer. Yes! En ik ben weer lekker thuis. Wat ben ik blij. Wat ben ik blij. Ook dan wel weer toch. Maar ook mis je het weer. Het is een soort van dubbel gevoel. Ik ga gelijk die hele koffer uitpakken. Ik heb wat gezeik gehad. En ik moet gelijk even. Kijk, ik heb hier. Oh, helemaal kapot gekrakt. Shit. Maar de ster is heel. Dat is het belangrijkste. Oké, laten we gelijk een soort mini-unboxing doen. Dit heb ik gekocht in Londen. Een leuke ster. Vind ik zo leuk. Ik ga daar vanavond even een batterijtje in doen. Nou, dit gooi ik gelijk weg. Al het karton. Deze fles die hopelijk niet is gecrackt. Nee. Dit is een waanzinnige leuke fles. Kijk hoe leuk die is. Echt geweldig. Weet je, al zet ik dit gewoon neer voor de sier. Dat vind ik dus al eigenlijk al heel leuk. Hier of zo. En dan kan ik er altijd uit drinken, maar dan heb ik hem voor nu even leuk voor de sier. Wat heb ik nog meer gehaald? Natuurlijk! Mijn nieuwe winterjas. Ja! Van Calvin Klein, zwart. Met capuchon, heel erg fijn. En ik had toch nog iets? Oh ja, onderbroeken. Ik heb altijd zo kort aan onderbroeken. Oh ja, die heb ik ook gekocht. Een lekker sportshirt. Zo'n lekker fijn strak sportshirt. Die kan ik lekker aantrekken. Maar die doe ik eerst even de was in. En onderbroeken heb ik gekocht. Ja, onderbroeken jongens. Altijd nodig, onderbroeken. Onderbroeken zijn altijd fijn. Die kan ik altijd gebruiken. Dus dat is eigenlijk het enige wat ik heb gekocht. Oh, waanzinnig. Oh, en ik heb nog iets gekocht. Waar heb ik dat nog? Dat is een cadeautje voor iemand. Een cadeau. Waar heb ik dat nou gelaten? Nee. Hier, dit. En dit is voor Suus. Die ga ik opsturen. Ik hoop dat het lukt op de manier hoe ik wil. Met gewoon in een envelop, met een postzegel. Als dat past, anders dan moet ik het echt opsturen. Nou ja, dus dit. Heel erg leuk. Nou jongens, ik ben waanzinnig geslaagd. Goed, lieve allemaal. Ik ga voor nu de vlog afsluiten. Ik ga straks vanavond nog even naar de stad. Mocht ik nog wat filmen, dan film ik dat uiteraard natuurlijk nog. Maar dan met mijn mobiele telefoon.
Ik vond het geweldig. Ik hou van Londen. Ik ben helemaal een soort... Ik ben er al best vaak geweest. Maar toch, hoe ouder je nu wordt, hoe meer je dingen gaat onthouden. De straatnamen, weet je wel, de plekjes. Dus dat vind ik wel erg leuk om te beseffen. En ik wil er zeker nog een keer terug gaan. Wie weet ooit. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb echt genoten. En zeker ook omdat ik alleen ben, hè. Dat is natuurlijk ook een hele challenge. Ja, dat valt niet mee. Maar het is gelukt. Dankjewel en tot straks en anders tot morgen. Happy Halloween! Happy Halloween! Het is heel gezellig, jongens. En dat op Halloween, hè? Lizzie, jij bent al zo eng voor jezelf. Ja, hoor, echt. Ik ook, hoor. Ja. Happy Halloween!